De politicus Willy Sumita is niet meer. Hij is gisteravond op 86-jarige leeftijd overleden. Vandaag is hij ten grave gedragen. Sumita is jarenlang voorzitter geweest van de politieke partij KTPI. Sumita heeft verschillende functies bekleed in zijn loopbaan, waaronder die van minister en DNA-lid. Volgens Paul Somoharjo heeft oom Willy zich sterk gemaakt voor eenheid en democratie in Suriname. Willy Sumita was diensthoofd bij het departement van Economische Zaken. Bij de parlementsverkiezingen van 1973 werd hij verkozen tot lid van de Staten van Suriname, maar ruim een maand later gaf hij het lidmaatschap op om minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij te worden. Na het herstel van de democratie in Suriname kon Sumita in 1988, ditmaal als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zijn diensten aan ons land verlenen. Eind 1990 kwam hier aan een einde door de telefooncoup. Van 1991 tot en met 1996 was hij opnieuw minister van SOSAVO. Vice-president Ronnie Brunswijk gaf aan dat dankzij Willy hij nog in leven is. Maar zo bouwt heb ik zo dat ik hier toelijf was. Ik was vastgebonden. Ik was niet meer met Taimi. En op een gegeven moment, ik denk dat ik ook hier niet kwam. Dat mijn heren was, dat ik niet meer bij dit ding. Waar is Brunswijk? Waar is Brunswijk? De intussen 71-jarige Sumita besloot daarop om zichzelf herkiesbaar te stellen, waarna hij verkozen werd tot KTPI-voorzitter. In november 2019 nam Sumita afscheid en nam Ivan Ganga de rol van voorzitter van hem over. Minister Krishna Mathura, die namens president Chan Santokhi de condoleances overbracht, zei het volgende. Overbrengen aan iemand die op een met toewijding heel veel jaren de Surinaamse samenleving heeft verdiend, er mat en markante resultaten en prestaties in het neergezet. Prestaties die een inspiratie moeten zijn voor ons en vele anderen. Met toewijding heeft hij vele jaren leiding gegeven in de politiek aan een politieke partij. Hij heeft openbare functies vervuld als minister, als DNA-lid, democratie en rechtsstaat waren hele belangrijke thema's en zijn nog hele belangrijke thema's die deze samenleving vandaag in stand houden en binden. En het zullen ook thema's zijn, nu hij er niet is, ook belangrijk zijn in de komende jaren. De ontwikkeling van ons geliefd land. Maar in het bijzonder ook opkomen voor mensen die achtergesteld zijn. Opkomen om gelijkwaardigheid te creëren. Om kansen te creëren voor mensen. En niet alleen mensen die op hem leven, maar eigenlijk de hele Surinaamse samenleving.